nepdieven als middel tegen winkeldiefstal. In een winkelcentrum in Apeldoorn worden ze de komende maand ingezet. En dat is voor het eerst op zo'n grote schaal in Nederland. Wij gingen op pad met nepdieven Ron. Nou, als ik door heb dat ik geen oogcontact heb, ja, dan is de weg naar de tas die is erg kort. Nou, en ik heb een geprepareerde tas. En als ik dan het poortalarm doorloop, ja, gaat die niet af. Hoe herken je nou een winkeldief? Nou, een winkeldief heeft natuurlijk altijd iets nodig om het ergens te laten. Hè? Dus een tas of een rugzak of een kinderwagen. Stand je binnenkomt in zijn onderbroek, nou, dat is knap als je nog met je neemt. En zijn gedrag. Het personeel van het winkelcentrum heeft trainingen gevolgd. Hoe winkeldieven te herkennen en hoe erop te reageren. Als iemand een product pakt en staat zo om zich heen te loeren, ja, dat is geen klantengedrag. Als ik zo sta te kijken is het natuurlijk nog geen diefstal, maar het is wel raar gedrag. Nou, daar leren de mensen dan op af te stappen. Nou, ze zijn hier zo met de winkeldiefstal bezig. Ben ik benieuwd of het mij gaat lukken hier iets uit de winkel te stelen. Ik let er nu wel heel erg op. Dat deed ik voor die tijd eerlijk gezegd niet zo, maar nu wel heel erg. Ook nepdief Ron had geen succes. Nee, is niet gelukt. Ik loop een beetje rond om te kijken van hoe kan ik het beste mijn positie innemen. Pront staat er een meneer aan een beetje met spullen te werken. Ja, die heeft constant oogcontact. Ja, knik nog even na, maar ja, dan ben ik klaar.